De Telegraaf en Telefoon Werknemersorganisatie Suriname, TTWOS, of de Bond van Telesuur, viert vandaag haar 70-jarig bestaan. Als onderdeel van de festiviteiten heeft het bestuur onder leiding van Harvey Panka hulde gebracht aan de gewezen voorzitter van de TTWOS, Henk Shields. Het bestuur heeft samen met de familie een krans gelegd op zijn graf. Panka gaf aan dat Shields een van de grote vechters van het vakbondswerk in Suriname is geweest. De TTWOS-voorzitter zegt dat er altijd een voorbeeld genomen zal worden aan Henk Shields. En we hebben geprobeerd om toch sinds we aantraden in 2016, om toch om de zoveel tijd, niet alleen bij Biggie Yari, maar om de zoveel tijd hulde te brengen aan zij die ons zijn voorgegaan en zij die de basis hebben gelegd voor deze bond. Heel oude bond, een van de oudere bonden. Ik zal niet zeggen de oudste, maar een van de oudere bonden binnen Suriname. En we komen van heel ver terug. En zeker een bond die niet stilstaat. Shields bijvoorbeeld had een bepaalde denkwijze. En die denkwijze was steeds vooruitstrevend. We moeten meegaan met de ontwikkelingen. Hij was dan ook internationaal zeer betrokken bij het telecom gebeuren. Wat er moet gebeuren. En dat we altijd als vakorganisatie altijd een stap voor waren. Dat we altijd de laatste trend volgen. Dat we niet voor verrassingen kwamen te staan als die sector een of andere reden vanwege de ontwikkelingen zou gaan veranderen. Maar dat we steeds meegaan en altijd up-to-date waren. Het bestuur is daarna geweest naar het monument van de Moederbond, waar de TTWOS lid van is. Daar werd een krans gelegd bij het standbeeld van Cyril Daal. De broer van Cyril, Eddie Daal, zei namens de familie dat zij het zeer op prijs stellen dat de bond hulde heeft gebracht aan Cyril. De voorzitter van de Moederbond, Errol Snijders, feliciteerde de TTWOS met haar 70-jarig bestaan. Hij heeft het verdiend en bij ons is het heel goed overgekomen. En wij willen u daarvoor dankzeggen dat dit moment is aangebroken. Ik ga u zeggen, het personeel heeft een goede keus gemaakt. Hé, Linda? Ja. Het is, u hebt, zoals hij dat heeft gewild en ons in zijn laatste jaren heeft geleerd, tafel zitten, praten, totdat je een oplossing vindt. En daarom onderschrijf ik wat u zegt. Dat is een onderdeel van het vredelievend bezig zijn om resultaten te boeken. Ja? We hebben u gecorrigeerd. Hij was de grootste vakbondsleider. En waarom? En dat ga ik even zeggen. Dat Surinamers vandaag praten over een collectieve arbeidsovereenkomst is dankzij Cyril Daal. Errol Snijders, voorzitter van de Moederbond, en daarvoor Eddie Daal, broer van de overledene Cyril Daal. De bond bij Telesuur viert vandaag haar 70-jarig bestaan en heeft in dat kader ook haar nieuwe logo onthuld. De TTWOS heeft vanavond nog een receptie in het High-Rise Asuria-gebouw.